jij met de cellulair? Kindsoldaten in Sudan bevrijd. En rondleiding in Nieuw Koffiekamp. Hallo, sorry, maar ik ben even bezig met de uitzending. Ja, oké, doei. Ja, goedenavond en welkom bij deze uitzending van het 10 minuten jeugdjournaal. Sorry hoor, maar vroeger had je ze niet en nu heeft iedereen één. Een cellulair of een mobiele telefoon. En steeds meer jongeren hebben ook al vroeg eentje. Een mobiele telefoon kan handig zijn in de meeste situaties. Als er iets is, kan jij je ouders bellen voor hulp. Ook kan jij makkelijk iets opzoeken op het internet wanneer je iets wil weten of de weg kwijt bent. Ik heb mijn telefoon sinds vorig jaar. Ik gebruik het voor WhatsApp, Google. Als ik net als iets nieuw weet, als ik net als of iets op YouTube wil kijken, wat is gebeurd of zo. Het hangt eraf van je leeftijd, want soms krijgen kinderen zo vroeg van hun ouders al een telefoon. Bijvoorbeeld als ze al 6 of 7 jaar zijn. Maar ik vind dat ze het nog niet moeten krijgen, want ze zijn nog een beetje te jong. Ik heb geen telefoon. Het is jammer, want je kan niet met andere vriendinnen appen of bellen of wat dan ook. Ik vind altijd dat ik bereikbaar moet zijn. Dus er gebeurt iets met me, dan kan ik mijn moeder of iemand die ik ken helpen, bellen om me te helpen. Of als ik net als ergens in de stad ben en ik weet niet waar ik ben, dan kan ik mijn moeder ook vragen om me te komen halen. Ik denk dat het goed is om met die reden een mobieltje te geven aan een kind. Maar we weten ook dat er heel veel mobieltjes zijn die afgegeven worden aan de kinderen met internet. En ik denk dat daar wel het grootste gevaar schuilt, dat kinderen dan eigenlijk onbeperkt gebruik kunnen maken van de internet. En ouders die geloven wel dat kinderen er misschien op een goede manier gebruik van maken, maar we weten hoe het gaat. Er is heel veel informatie te vinden op internet dat goed is. Maar er is ook heel veel informatie dat niet oké is. Ik vind het niet nodig om een telefoon te hebben. Ik vind het niet goed omdat ze verslaafd worden. Hun schoolprestaties worden minder. Ze gaan ook minder met mensen willen praten. Kinderen van de eerste tot de vierde klas moeten even dat je telefoon hebben. Dat misschien kunnen hun cijfers droppen. Omdat ze verslaafd eraan kan gaan. Sommige kinderen zijn te jong, omdat misschien zijn ze echt verslaafd aan hun telefoon. Want dan gaan ze juist meer op hun telefoon bezig zijn en dan gaan hun cijfers te laag. Dan krijgen ze misschien 6's en 5's of 4's. Ja, maar ze zijn wel te jong ervoor. En kinderen, vooral jonge kinderen, die hebben heel veel moeite om goed en kwaad te onderscheiden. Zij kunnen wat moeilijker begrijpen waarom iets niet kan. En waarom iets wel kan. Dus ik denk dat ze daarin beschermd moeten worden en dat als ouders een mobieltje geven aan hun kinderen, dat ze daar duidelijke afspraken over moeten maken. Maar het liefst de jongere kinderen, ja, toch wel zonder internet. Of de afspraak maken dat ze op internet mogen, maar dan wel onder toezicht van de ouders. Ouders moeten meer toezicht houden op het internetgebruik van de kinderen. Okay. Maar ik ben nu in het 10 minuten journaal. Ja. Je mag later kijken. Kindsoldaten in Sudan bevrijd, straatdemonstraties in Brazilië en scholieren in Burma maken staatsexamen. Het is nu tijd voor het kortjesblok uit het Wereldjeugdjournaal Wadada. Engels, wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, economie en meer. Studenten in Burma maakten de vorige maand hun staatsexamen. Miljoenen mensen in Brazilië gingen de straat op om actie te voeren tegen de overheid. Corruptie, hogere belastingen en de onveilige situatie zijn oorzaken waardoor de mensen hun vertrouwen kwijt zijn. Goed nieuws voor een groep kinderen uit Zuid-Sudan.
Deze jongens en meisjes vochten gedwongen in de burgeroorlog, maar nu zijn 250 kindsoldaten bevrijd. Ze gaven hun wapens terug en ruilden hun uniform in. Deze 250 kinderen zijn vrij, maar er zijn 500.000 kindsoldaten wereldwijd. In de goudvelden in het binnenland van Suriname wordt er nog steeds heel veel kwik gebruikt. De meeste van deze goudvelden liggen dicht bij de dorpen, waaronder ook Nieuw Koffiekamp. Wij brachten een bezoek aan dit dorp. Nieuw Koffiekamp ligt in het district Brokopondo. Het dorp bestaat uit drie delen, namelijk Kampu, Bakambuyu en Maipaondo. Dit is Kevin, Sharona en Nigrasha. Zij wonen ook in dit dorp. Ik ben 11 jaar jong. Ik woon met mijn oma. En hier op Nieuw Koffiekamp is het leuk. Na de school ga ik baden, eten, soms les leren. Hier op de 6 hebben we een kreek, een service station, een appartement, een kipperen, een kroetenussen. En hier op de 6 is er een kreek, weekend komen we zwemmen. Soms komen we hier vaat wassen als er geen water is. Ook dit dorp heeft kort geleden straatnamen gehad. Dit gebeurde in verband met de aankomende verkiezingen, want om te kunnen stemmen moet de kiezer een adres hebben. Goud winnen is het grootste middel van bestaan in deze dorpen. Nieuw Koffiekamp, die beter bekend staat als Moss of 106, ligt dicht bij het bedrijf Roosevelt Gold Mines, waar op grote schaal goud wordt gewonnen. Niet alle goudzoekers uit dit gebied werken in het bedrijf. De meeste kiezen liever voor de kleinschalige of illegale goudmijnen. In het weekend helpt Kevin ook mee. Na school ga ik naar Bakajari of 's morgens vroeg. In het weekend ga ik naar Bakajari, ga batterij draaien. Soms vind ik goud, 1 gram goud. Mijn oom werkt daar. Mijn moeder heeft ook een winkel bij Bakajari. En mijn oom werkt in het goudmijn. Als ik goud heb gevonden, spaar ik mijn goud. En als ik naar de stad ga, dan verkoop ik mijn goud. Mijn vader werkt in een goudmijn. Hij gaat om 12 uur 's morgens uit huis en hij komt tegen 5 uur weer thuis. Ik vind het niet leuk dat mijn vader in een goudmijn werkt, want bijna elke dag wordt er daar gevochten en kwik is gevaarlijk. Kwik is een belangrijk hulpmiddel in de goudmijn. De kleine goudzoekers werken veel met dit vloeibaar metaal, omdat goud zich makkelijk kan binden eraan. Maar kwik is schadelijk voor de mens, dier en natuur. Kwik is gevaarlijk. Je mag geen kwik in je mond zetten. En als die mensen goud werken, dan gaan ze misschien bij de kreek. Al die vissen die daar zijn, gaan ze ook die kwik eten. En als je kan hengelen, als je een vis hebt gevangen, als je het eet, kan je ook ziek worden. Ik heb wel over kwik gehoord. Kwik is een gevaarlijke stof. En als je iets eet, mag je kwik niet naar je eten zetten. Of je mag ook kwik niet naar je mond zetten. Ik weet niet of er een andere manier is om goud te winnen. Maar als er een andere manier was, zou ik het leuk vinden. Voor deze kinderen is het nog niet duidelijk wat de ernstige gevolgen zijn van het kwikgebruik dicht bij hun dorp. Wat zij wel hopen is dat er een milieuvriendelijke manier komt om goud te winnen. En hiermee hebben we het gehad voor deze uitzending. Slaap lekker straks en ik zie je morgen. Doei doei!